Oké, zijn jullie klaar voor de eerste? Yes. We ready. Deze is wel al lastig hoor, komt ie. Oké. Die. What the fuck? Wat? Zo'n toeval. Is die geen kenner? Nee. Maar hij weet hem. Dus denk na. Hoe is het? Ja, maar dat telt niet. Dus de punten gaan aan onze toch? Man. Ik ben kwijt, man. Nog één keer laten horen? Ik ben niet. Oh, Kendrick Lamar. Ik zei toch zijn Kendrick toe? Humble. Nee, man. Het is fout. We gaan naar de volgende. Komt ie. Get your freak on. Team Mokro United was eerst. Nee, maar dat jullie met z'n allen schreeuwen betekent niet dat jullie eerder waren. Hè? Onthoud, je moet zeggen team 1, team 2. Snap je? En dan pas het antwoord. Nu pas het niet. Broer, ik heb het net gezegd. Broer, we kunnen deze uitzending terugspoelen en dan hoor je dat ik het herhaal. We noemen onszelf team hashtag, dus we zeggen team hashtag. Team hashtag, oké? Dus eerst team hashtag en dan het antwoord. Oké, okay, zijn we cool? Maar ik ga het antwoord van team Mokro United wel goed rekenen. Ja, staat 1-1. Ja toch, get your freak on, Missy Elliott. Staat ook in de Funnix Dikste Duizend, nummer 398 is dat. En de track daarvoor was King Kunta van Kendrick Lamar, die op 368 staat. Ja. Deze, oeh, dit wordt lastig. Team Team Mokro United. Als je het antwoord weet, zeg je team 1 of team 2. Ja. Toen ontstonden de namen team Mokro, Mokro United en team hashtag. Ja. Toch? Ja, dus op het moment dat je een track hoort, ik denk, ik weet het, zeg je team hashtag. Okay, nee, maar en luister. Dan moet iedereen stil zijn en dan geven jullie dan. Oké, maar dan moet er nog wachten, want nu hebben we het antwoord al gegeven. Sowieso. En dat was TLC. Ja, TLC, no. Maar nu kunnen zij het zeggen, hoe weten wij dat zij het zeggen? Ik zet de mic even uit.